meer is de grote boosdoener als het om stikstof gaat. Dat is de uitkomst van het Mestdag Zuivelfonds, dat zelf onderzoek deed naar stikstofuitstoot en met hun cijfers sterk afwijken van de cijfers van het RIVM. Aan tafel politiek verslaggever Joost Vullings en CDA-Kamerlid Jacco Geurts. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Joost, jij was bij die persconferentie vanmiddag van het clubje, mag ik zeggen. Dat is een hele grote club. Een hele grote club, ja. Dus een leger was het misschien wel. Wat was dat voor sfeer? Nou ja, het heet een persconferentie, maar het was eigenlijk een soort hoorcollege. Dus bij een persconferentie denk je altijd dat is voor journalisten. Maar de eerste 6 rijen waren vooral mensen die op een of andere manier erbij hoorden. Ja. En het duurde 2 uur en het was heel ingewikkeld. Maar wat doseerden ze daar dan? Ja, dus de eigen uitkomsten van dat onderzoek. En daar moet je echt heel veel verstand van hebben. Ik kon de uitkomsten wel volgen. Ja. Maar hoe ze daar kwamen, dat was voor mij echt wel een raadsel. Maar dat geldt ook voor een onderzoek van het RIVM, hoor, als ik dat lees. Oké, maar had je het gevoel dat ze geloofwaardig waren? Ja, dat is lastig, want op zich, ja, je hoort allemaal ingewikkelde termen. Je denkt, ja, maar kort daarna sprak ik, of dat was bij ons in de uitzending bij Eén Vandaag, zat iemand van het RIVM en nog een stikstofprofessor. Ja, en die zeiden ook van, het is onnavolgbaar. En ze hadden wel zoiets van, wij blijven wel bij de conclusies die eerder getrokken zijn. Ja. Dus het is niet zo dat het RIVM zo geschrokken is dat ze zeggen van, nou, deze mensen hebben echt gaten geschoten in onze onderzoeken en we gaan dingen aanpassen. Ja, laten we even gaan kijken naar een stukje uit die persconferentie. We hebben wel een vermoeden dat er balletjes gespeeld. De onderzoekers denken dat de stikstofneerslag van de boeren niet 45, maar 25% is. En dat de schade door het verkeer veel groter is. Het RIVM suggereert dat de onderzoekers een denkfout hebben gemaakt. We hebben het vermoeden dat er gekeken is naar alle natuurgebieden. Dus ook de natuurgebieden met een wateroppervlak. De Waddenzee, het IJsselmeer, de Oosterschelde. Die zijn niet stikstofgevoelig, maar als je gaat kijken wat daar de bijdrage van landbouw is, dan krijg je een heel ander beeld. Ja, meneer Geurts, dat is een beetje eenvoudige verklaring eigenlijk voor het verschil. De een neemt water mee en de ander niet. Ja, het is iets in de natuurgebieden. Ik denk dat het iets complexer is. Ik ben al sinds 2014 mee bezig in de Tweede Kamer en daar leer je elk jaar weer wat bij. Ik denk dat het ook verstandig is dat wij ook het Mestdagfonds wordt uitgenodigd in de Kamer op ons verzoek. Er was een meerderheid voor dat we met hen in gesprek gaan. Ik heb nog heel veel vragen. Waarom worden zij uitgenodigd? Want zij zijn toch gewoon een belangenvereniging, een zuivelbelangenvereniging? Ja, het Mestdagfonds is wel iets meer. Hebben in het verleden behoorlijke rapporten uitgebracht over de melkveehouderij die impactvol zijn geweest. Maar ze zijn niet onafhankelijk, hè? Ze komen vanuit de belangen. Ja, het Mestdagfonds, wat ik heb begrepen, heeft niet zelf het onderzoek uitgedaan. Het Stichtse Bestuur, maar hebben daar onderzoekers voor ingehuurd. En die hebben dat onderzoek voor hen gedaan. En ik denk dat het heel verstandig is dat wij in de Tweede Kamer met hen in gesprek gaan. Ook met het RIVM. En dat het RIVM ook reageert op alle beweringen die gedaan zijn. Want uiteindelijk zullen we als politiek toch een keuze moeten maken. Maar door zo'n club uit te nodigen, zeg je misschien ook wel de twijfel die door andere mensen en andere partijen wordt gezaaid over overheidsinstanties als het RIVM, maar ook het KNMI. Daar zijn natuurlijk ook, wordt er ook nogal over getwijfeld. Dat stimuleer je door dat soort mensen uit te nodigen. Nou, laat ik heel duidelijk zijn. Je maakt ze geloofwaardig. Laat ik heel duidelijk zijn, het RIVM is een topinstituut. Op volksgezondheid, gewoon befaamd in de wereld. Ja. We hebben ook een poot over milieu. Ik twijfel helemaal niet aan het model. En ik twijfel ook niet aan de uitkomsten. Maar je ziet nu dat er toch een organisatie is die iets andere uitkomsten heeft met hetzelfde model. Nou, een volledig andere uitkomst. En ik vind toch wel dat daar. Ik geloof dat jij niet echt eens bent met dat die club daar zit te praten, of niet? Nou, ik heb het idee. Kijk, de belangen zijn natuurlijk hartstikke groot. Voor die familiebedrijven. Nou, het is goed dat je dat benoemt. Voor de kijker. Het is zo fijn. Deze man heeft vaak een mening. Dat is misschien opgevallen. Wat vind jij ervan, Sam? Ik vind het merkbaar. Goed, kijk. U zegt er, ik ken de club niet goed genoeg, hoor. Dus ik moet ook niet te veel mening hebben, sowieso, als presentator. Maar het is een belangenvereniging die wetenschappers betaalt. En dat gebeurt natuurlijk vaker, maar dan heb je natuurlijk de neiging dat wie betaalt, bepaalt. Het RIVM wordt ook betaald door de overheid. Ja, maakt op zichzelf niet. Ja, kijk, ik denk dat het een beetje een discussie is. Waar het om gaat is dat in Nederland is op dit moment gewoon een stikstofcrisis. Ja. Die willen we graag oplossen. Je ziet ook dat dit grote gevolgen heeft voor de familie- en gezinsbedrijven in de landbouw. Ja. Sommigen dreigen zelfs weg te moeten.
En wij willen dat zoveel mogelijk voorkomen. En dan wil ik, ja, ik ben zelf varkenshouder geweest samen met mijn vrouw. Ik heb ook meegemaakt wat het betekent als de overheid je bedrijf als het ware overneemt. Ja. En dat zie je ook bij deze agrariërs, deze boeren. Die voelen zich gewoon bedreigd. Die zien van alles op zich afkomen. Van industrie tot en met vernieuwde energie, zonnevelden. Gaat allemaal over hun grond. Het is gewoon een strijd om de ruimte. Ja. En die zul je toch heel ordentelijk met elkaar moeten voeren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat het Mestdagfonds, het landbouwcollectief, maar ook het RIVM en de natuur allemaal aan de tafel zitten en met elkaar moeten uitkomen. Want anders, ja, je hebt aan de ene kant een flank die zegt, er is helemaal geen stikstofprobleem. En aan de andere kant die zegt, ja, de hele veehouderij, de hele landbouw kan Nederland wel uit. En je hebt nu twee waarheden eigenlijk. Ja, maar en dit is dus precies het ingewikkelde, want ik weet niet meer wat waarheid. Nee, en daarom, kijk, je kan natuurlijk zeggen als politiek van, ja, die mensen hebben wat ze te goochelen met cijfers. Maar als je er zo makkelijk overheen was. Er is al heel veel wantrouwen richting de overheid, ook richting het RIVM. En nou, die mensen hebben vandaag een persconferentie gezien met mensen die daar allemaal ingewikkeld hebben zitten rekenen. Dus ik denk wel dat je het serieus moet nemen. Mm-hmm. Je moet wel het debat aangaan. Alleen ja, uiteindelijk is dan wel de vraag, stel dat het geobjectiveerd wordt en er wordt gezegd van, ja, het RIVM heeft toch gelijk. Nou, dan is het de vraag, zijn mensen bereid dat te accepteren? Precies, wie gaat die beslissing nemen? Wie gaat bepalen dat wordt heel wie er nou gelijk heeft? Ja, want dan moet je dus weer een derde partij. Laat die voor, die moet een keuze politici. Ja. Nou, laten we in ieder geval ze aan tafel uitnodigen. Politici gaan bepalen wie er gelijk heeft over cijfertjes. Uiteindelijk moet de Kamer een keuze maken. En ik vind het wel opmerkelijk. We zijn juist trots in Nederland dat ook belangenverenigingen tot in de Kamer mogen komen. Mm-hmm. We ontvangen dagelijks belangenverenigingen. En daar zit er een heleboel bij waar ik van tevoren weet, nou, die zullen dat zeggen, daar zal ik het waarschijnlijk niet mee eens zijn. Maar dat is nog geen reden om ze niet uit te nodigen. Als je maar weet vanuit welke hoek het komt. En dan is het aan het Kamerlid om te beoordelen of die mening of dat cijfer iets is waar jij je standpunt op baseert. Ja, maar hoe moeilijk is het om nu met in deze een beetje toch totale chaos over cijfers om beleid te maken? Is het nog mogelijk om beleid te maken? Ja, absoluut. We hebben in ieder geval een kabinet die beleid maakt. Wij als volksvertegenwoordigers controleren dat. En dat gaat ook gewoon in de Tweede Kamer plaatsvinden. En ik heb er alle vertrouwen in dat we er echt wel uit gaan komen. Mits al die partijen ook maar aan de overlegtafel blijven zitten. Want anders hebben we een ander probleem. Ja, Joost, heb jij er ook vertrouwen in dat ze er allemaal Dat is wel ingewikkeld. Kijk, het allermakkelijkste in de politiek is als je het over problemen met elkaar eens bent. Van dit is het probleem. Dan zegt de een oplossing A en de ander B. Nu heb je eigenlijk al een discussie over het probleem. Dat is wel lastig. De een zegt het is een heel groot probleem. Ja. De landbouw is een groot probleem. De ander zegt nou, valt eigenlijk heel erg mee. Maar ook zelfs als die cijfers die vandaag zijn gepresenteerd waar zijn, dan is de landbouw nog steeds verantwoordelijk voor een groot deel van die stikstof en depositie, moet je zeggen. Anders krijg ik ruzie met de onderzoekers. Dat ga ik verder niet uitleggen. Maar dus dan moet sowieso de landbouw moet sowieso wel doen. Zelfs ook als het RIVM totaal ongelijk heeft. Ja, maar goed, bijvoorbeeld binnen de coalitie, de D66 heeft zich natuurlijk heel erg uitgesproken. Het CDA wil meer een hand uitsteken naar de boeren. Als buitenstaander bekijkt, komen ze hieruit? Nou ja, je hebt aan de andere kant, er is natuurlijk een pakket maatregelen gepresenteerd. Twee weken geleden door het kabinet voor de boeren. Dus bedoel, er moet nog wel veel meer gebeuren. Mm-hmm. Dus eigenlijk voor heel veel voor de boeren is al besloten. Alleen dat moet nog uitgewerkt worden. Dat moet nog gaan werken. Dus het is niet zo dat het beleid nog moet komen. Er is al een hele hoop. Nee, maar boeren hebben wel het idee dat zij onnodig hard geraakt worden vergeleken met andere sectoren natuurlijk. Ja, ik heb het vandaag ook in het debat wat we hebben gehad in de Tweede Kamer rondom stikstof, heb ik ook duidelijk aangegeven dat er meer economische sectoren zijn die ook een steentje moeten gaan bijdragen. Mm-hmm. Industrie, binnenvaart, luchtvaart. Nou, dat gaat ook de komende tijd gaan daar ook pakketten voor komen. Ja. Het kan niet zo zijn dat je hier alleen maar de landbouw, die mensen zorgen voor ons voedsel, beheren ons landschap, dat je die daar alleen voor laat opdraaien. Nee, en daar zullen de boeren. De boeren zijn blij dat u dit zegt, maar zijn heel kritisch. Nou, ik vraag me ook af. Nou, bent u ook bang om een stelling te nemen tegen de boeren? Zou ik dus die wat vragen? Wil je dat een vraag? Ja, wat een goede vraag! Great minds. Yes. Yes. Ja. Zou me inwisselen eigenlijk. Ja. We kunnen ook een trio-presentatie. Prima. Ik merk wel dat u een beetje met de handrem erop praat, want ik bent u bang voor uw achterban? Nee, ik ben zeker niet bang voor welke achterban dan ook. Ik heb vandaag in het debat ook aangegeven dat familieleden, gezinsleden, buren, kennissen ook willen wonen.
En dat met stikstof is ook heel belangrijk dat we ook kunnen blijven bouwen in Nederland. Ja. Dus het is veel breder. Ook voor het CDA uiteraard. Ik zei net tegen je, ik heb een warm hart voor boeren. Zei net ook, het gaat natuurlijk veel verder. Viel mij net op, u zegt, we willen met iedereen praten. Maar het is inmiddels duidelijk dat er ook agressieve groeperingen zijn binnen die boeren. De Farmers Defence Force. Bijvoorbeeld, wilt u ook nog met die groepen gaan praten? Wij hebben gisteren als CDA op het podium gestaan. Toen ze in Den Haag op bezoek waren. En ik heb daar ook woorden gesproken van wat we als CDA hebben gedaan en wat we als CDA nog gaan doen. Maar ik heb ook duidelijk aangegeven dat bepaald taalgebruik ik dat ongepast maar vind. Maar dat is niet echt een antwoord op de vraag van, is dat nog steeds een gesprekspartner voor u? Ja, er zijn heel veel groepen waar je maar dat is geen gaat. Antwoord op de vraag. Dat is een gesprekspartner. Ja, zijn nou hier? Ja. Ik heb bedankt. Met alle respect. Ja. Toch een gemiste kans, blijkt wel weer. Hey, maar het moet toch voor het CDA een moeilijk dossier zijn. Hè? Want je ziet dat Baudet ontzettend loopt te flirten met de boeren. Die best wel succesvol in zijn kamp trekt. Terwijl jullie toch een beetje gevangen zitten in die coalitie. Nou, ik zou het niet gevangen willen noemen, maar er zijn natuurlijk flanken. Er zijn partijen die de hele landbouw in Nederland uit willen halen. Er zijn partijen die zeggen, want er is helemaal geen stikstofprobleem. En ik denk dat juist de oplossing in het midden zit. En daar voel ik me heel senang bij. Ja. En daar werken wij gewoon hard aan. Maar toch zijn er ook oud-politiek kopstukken uit uw partij, zoals meneer Bleken, die dan samen met Baudet de boeren een beetje bespeelt. Nou, je zou dat met Henk Bleken eens even moeten bespreken. Hij is CDA-lid, hij blijft CDA-lid. Ja. En ik maak me daar helemaal niet zoveel zorgen over. Maar we zijn met wat andere zaken ook aan deze tafel bezig. U moet zich voorstellen, je zit aan de keukentafel, je bent boer... en dan wordt er allemaal over je gepraat. En je bent al generaties zit je op die plek. En we produceren voedsel. Ze produceren voedsel. Dat moeten wij toch wel begrijpen, wat dat dan voor die gezinnen betekent. Ja, dat is zo dus, over je gepraat dit is wordt. Dus dit, wat u nu zegt, hieruit blijkt dus dat u gewoon erg luistert naar die boeren nog steeds. En niet echt constructief bezig. Maar u zegt, ik zit in het midden, maar u werkt ook met een partij samen, D66. Die zegt, we moeten de veestapel gaan halveren. Dus het is niet zo dat uw oplossing en de oplossing van D66 nou heel dicht bij elkaar zitten. Maar als je net goed geluisterd had, dan zeg ik, de oplossing komt vanuit het midden. Ja. D66 is een middenpartij, CDA is een middenpartij. Ja, maar oplossing en we zitten ik ben even benieuwd naar Joost van Brink. Ja, dat was objectiviteit. Dat debat heb ik ook gevolgd vanochtend. En we hebben het nu over stikstof, we hebben het altijd over boeren meestal. Maar als hier iemand van de Partij voor de Dieren had gezeten, die zegt, nee, stikstofprobleem is een natuurprobleem. Het gaat om die zeggen onze natuur gaat kapot. Maak het nog even een stuk ingewikkelder, Joost. En dan zeggen andere partijen, nee, dat is eigenlijk een economisch probleem. Want het gaat om de bouwsector en het gaat om mensen die willen wonen. Ja. Dus het stikstofprobleem, dat raakt heel veel mensen. Nou, je hebt dus heel veel belangengroepen en dat moet allemaal bij elkaar. En heb jij het idee dat daar een uitkomst in het verschiet ligt? Nou, het kabinet en de coalitie. Waar iedereen een soort van tevreden mee is. Nou, dat moet nog blijken. Maar het kabinet en de coalitie doen hun best, maar het gaat erg traag. Omdat ze inderdaad ook zelf niet heel erg met elkaar eens zijn. Dus dat is ingewikkeld. Ze doen hun best. En we kunnen voor nu toch het ook niet oplossen. Dus nee, wij gaan het sowieso niet oplossen. Nee. Ja. Bedankt. De ondervraging van de commissie die onderzoek...